Ik zie meer servers dan in de gemiddelde Albert Heijn. Nou, geweldig, hè? We zijn nu in de Arken in Amsterdam-Noord. Het is een kerkgebouw en daar hebben we met een aantal initiatiefnemers, organisaties, hebben daar de sociale markt geopend onlangs. En de sociale markt is eigenlijk een bundeling van verschillende initiatieven. De voedselbank heeft hier een winkel, het Leger des Heils heeft hier een kledingwinkel. Er is een drooggisterij, de sociale kruinier, waar je spullen kunt halen. Maar het is veel meer dan de winkel. Je kan er ook een bakje koffie doen, even tot rust komen, op adem komen. Ook workshops, cursussen en een sociale kapper. Dus we zitten hier samen op één plek in de hoop de toegankelijkheid in het kader van armoedebestrijding te vergroten voor inwoners van Amsterdam-Noord die het financieel moeilijk hebben. Wat wij heel erg belangrijk vinden als Leefkringhuis binnen de sociale markt is het aanbieden van veel meer dan voedsel alleen. Of kleding of non-food, maar vooral inderdaad de interactie met elkaar, ook in het kader van het bestrijden van eenzaamheid, maar ook voor mensen die gewoon een praatje willen maken of die andere dingen zoeken. Ik kom boodschappen ophalen, omdat ik niet voldoende inkomen heb om rond te komen. Ik ben 2 jaar bijna dakloos geweest, dus toen werd ik eerst ergens anders geholpen. Met boodschappen en nu hier. Mijn kinderen die wonen bij mijn ex. We zijn uit elkaar gegaan. En ik heb een WIA-uitkering. Ik ben afgekeurd. Vaak zien mensen niet aan de buitenkant dat er ook wel een hele hoop speelt. En als iemand mij ziet, dan zien ze niet gelijk. Oh, dat is zo. Standaard iemand die dakloos is geweest of zo. En het hoeft ook niet zo te zijn dat je er heel onverzorgd uitziet. Het is heel belangrijk om juist wel goed voor jezelf te zorgen. Daarom wil ik ook graag dat mensen, dat die stigma's verdwijnen. Dat het niet per definitie is iemand die er onverzorgd uitziet. Dat alleen maar daklozen zijn. Maar dat het in deze tijd, er is echt wel iets aan de hand in Nederland. Dat er steeds meer mensen in de problemen kunnen komen. Alsjeblieft, nummer 6. Ja, oké. Okay. Goedje? Ja, die met vegels, dat vind ik toch? Iedereen doet zijn best en je bent blij met alle kleine beetjes die je krijgt, hoor. Ik ben heel dankbaar in ieder geval. Op basis van de grootte van het huishouden krijgt de persoon een aantal punten toegekend. En die kan dan na vrije keuze een aantal producten uitkiezen. En daarnaast hebben we nog producten ter beschikking die buiten het puntensysteem vallen. En dat is om het pakket aan te vullen en te vergroten. Deze. En ik ga spaghetti meenemen. Hier deze. Ja. Ik zie meer servers dan in de gemiddelde Albert Heijn. Nou, geweldig, hè? En de nieuwe manier is echt heel erg leuk. Want dan krijg je ook wat meer dingen die je zelf... wat je zelf lekker vindt en zo. Je kan het meer uitkiezen. Wat mensen heel fijn vinden is dat er in de winkels is nu, kan je zelf kiezen welke producten je meeneemt. Dat wordt heel goed ontvangen. Mensen vinden het heel prettig. Wat heel vanzelfsprekend is natuurlijk ook. En verder, de hele entourage hebben we flink opgeknapt hier. Het ziet er mooi uit. En mensen vinden het, ik krijg reactie, mensen vinden het fijn. Ik sprak gisteren iemand die zei, kom hier echt even tot rust als ik hier in die ruimte zit te wachten. En ik kan een praatje maken. Het is even een momentje om tot rust te komen in de hectiek van de week.